Thank you.
Is het moeilijk bedienen? Nee, joh. Dat mee? Ja, wel. Stap in op slot. Ja, maar hij is ook maar 2,5 meter, dus ja. Gezien dat was voor 12 personen en dit is voor 25. Ja, klaar. Zo. Kom eraan. Komen er even van? Nee, ze hebben al goed. Ze hebben elkaar over. Kijk. Ja, kijk eens. Thank you.
verschillende hoofden. Iedereen leeft in zijn eigen wereld. Constant een informatiebubbel, hè, waar je last van hebt. Het is goed dat jij een pet draagt, dan zal je toch wel iets beschermd zijn tegen al die bubbels. Ja, absoluut. Het is Floortje de soep, hè? Ja, het is Floortje de soep. Als hij maar lekker is. Ja. Als ik daar glas hier glas kan doen, zo langs in de kant te laten. Ja. Bouwvakker hoor, nou hoor je. Dus eerst, eindelijk is ander werk. Kunstenaars schoppen toch niet alles. Yeah.
zijn ze allemaal klaar. Hè? Oh,
weer terug. Zo, een beetje peper erbij, een beetje smaak. Dat is de truc van heen en weer gaan. Dan heb je een beetje gaan. Schuif hem eerst even deze kant op. Dan pak ik hem ook aan de andere kant en dan gaan we hem rechtop zetten.
een beetje meer in het midden pakken. Ja, ja, ja. Weer verscheef hoor, en ik moet het draaien. Ja. Het is niet zo schuimig. Oh wee, als het verkeerd is afgetekend. Ja, oh wee. Wie heeft hem afgetekend een keer? Ja. Hij moet een stukje naar achteren, dat komt me voor. Ik zal even kijken. Het is best als je er een komt, ja. Is die goed? Ja, hij zegt, hou hem op. Dat is niet erg.
Maar... Proost! Hoe gaat het, Aart? Ja, dat gaat ontzettend goed eigenlijk. Steeds voortgang. Het zijn natuurlijk allemaal hele kleine klusjes die veel tijd nemen. Dat is nou eenmaal zo. Maar zelfs in deze ijzeren kou werken we toch prachtig mooi samen. En ik ben erg optimistisch. Ja, want het sneeuwde wel daarnet, hè? Het sneeuwt en het sneeuwt af en toe een beetje binnen het pand op. Met wat kleine vlokjes. Het is niet anders. Ik ben bezig met allerlei finishing touch aangelegenheden. En dat is nogal arbeidsintensief. Dus je bent nog wel even bezig? Ja. Maar jouw atelier was toch klaar? Dat is vanwege een... hoe moet ik dat zeggen? Specifieke, laat ik het netjes zeggen, specifieke opvatting over... klaar. Die knippen we eruit van. Ik ga even kijken. Ik kom net met de schroef aan, dus dan moet ik nog controleren. Okay. Hebben jullie de trap nodig? Wat ben je aan het doen, Eddie? Ik ben een heel klein rotte groepje eraf afhalen. Als het lukken wil. Maar waarom moet het eraf? Want het past het niet, kijk maar daar. Leef je nog? Ja. Oh, gooi je kamer. Wat doe je hierboven? Dit is nu de laatste loodjes, hoop ik, voor deze stuk draad. Wat was er aan de hand dan? Die was losgekomen tussen de tussenwond. Dus we hebben de wond weg moeten halen. Achter kunnen komen, kijk waar de broke was, die hebben we gerepareerd. En nu trekken we de draden doorheen, hoop ik. Zonder al te veel problemen. Nou, dus het komt allemaal goed. Dat hoop ik, ja. Over 10 minuten weten we het. Als we aan de soep zitten, dan weten we dat dit geslaagd is. Nou Heidi, het is bijna klaar. Hoe vind je het worden? Ik vind het hartstikke mooi worden. Het is wel allemaal een beetje erg geel, dus ik moet er wel eventjes een beetje aan wennen. Maar ik denk dat het straks allemaal ingericht is. Dan hebben wij volgens mij een heel gezellig atelier. Ja? Ja, ik heb 13 jaar les gegeven aan monteurs. En ze vervloekt als ze die aardraad niet meetrokken. Ja. En dan sta ik hetzelfde te doen dan. Thank you.
jaar. Ja, dat is het. Spannend, hè? Ja? Wacht even hoor, hier zit een gemeen ijzertje. Ja. Ja. Eet je met vier aan. Wordt het naar je zin, Wim? Tuurlijk. Slotzetters hebben daar zo'n handig dingetje voor. Jouw plekje? Is mijn plekje. Nou, prachtige muren heb je. Zo niet af. Alleen, nou, je ziet de stenen erbij. Je hebt niet mooi gestukt. Nee, ik moet nog leren stukken. Maar ik kan je les geven. Oh, ik kan het ook niet hoor. Ja, ik moet nog even mijn bank aftimmeren. Met de klep. Nou, het wordt prachtig. Ja, hè? Ben je tevreden? Ik ben heel tevreden. Ja. Wat ben je aan het doen, Hans? Ik maak een plintje. Een plint? Ja. Oké. Okay. Ik probeer hem recht te doen, maar dat valt niet mee met een kromme muur en een kromme vloer, maar ik doe mijn best. Oké. Okay. Ik vind het een heel zonnig atelier en ik denk dat we hier eigenlijk best wel gewoon heel lekker kunnen werken. Ja, dus, en ik vind dat het er heel mooi uitziet. Het is allemaal netjes afgewerkt en het is nou lekker schoon, het ruikt lekker schoon en we hebben een prachtige tafel hier. Nou, we moeten nog een paar dingetjes, hè. Daar moeten nog randjes langs de deur en dan komen nog van die mooie rieltjes langs het plafond voor de schilderijen. En dan komt hier een tube te hangen. Ja, er komt een tube voor het licht. Maar jullie vinden het wel mooi worden? Ja, natuurlijk. Prachtig worden. Mijntje, je lijkt wel een vakvrouw. Ja, dat is wel. Nee, is dat leuk? Heb je het vaker gedaan? Nee. Nog nooit? Ja, hier. Al alleen hier? Ik kan het ermee. Wordt wat. Het wordt heel wat.
hier wordt nog hard gewerkt. Ja, ik wilde nog heel even mijn vloer afmaken. Nou, zo te zien is hij bijna af. Ja, dit is het laatste stukje. Is het helemaal af? Nee, wij zijn vandaag nog bezig geweest om de randjes om de buitendeuren te doen. En dan moeten nog wat plintjes. En nog een stopcontact. En nog een stopcontact. Dus kleine dingetjes nog. Kijk, ik ben hartstikke blij hier. Ja, gewoon aan het eind van de dag. En dat doosje, waar komt dat vandaan? Dat is van Gera. Dat moet terug. Nee, dat hoort hierbij. Vastleggen Hans hoor. Alles. Dat mag niet. Ik denk dat namelijk. Ja. De laatste loodjes, Wim. Ja. Dat was een heel gepiel hier. Want alles loopt natuurlijk schots en scheef. Ja, dit wil ik niet op mijn filmpje hebben dat dit schots en scheef is. Hè? Nee, dat moet wel, nee, moet wel zeggen dat het allemaal hartstikke recht is. Hè? Allemaal recht, als ze niet te maken zijn. Hebben. Nee, dus die hele band is zeker met olie gedaan. Met wasolie heet dat volgens mij, om het gewoon wit te maken. En de plinten, kijk, je ziet de kozijnen daar al. Die zijn dezelfde kleur zijn die zeg maar geolied. En de plinten komen ook in die kleur. Dus al het blanke hout wordt zeg maar wit. Whitewashed, geolied. Je hebt er wel je best op gedaan, Wim. Ja, zeker. Natuurlijk. Wat dacht je dan? Floortje, het ziet er fantastisch uit. Kun je ons een kleine rondleiding geven? Nou, ik ben heel blij. Dit wordt mijn nieuwe atelier. Dit is de winkel, schone plek. Ja, ik heb twee ruimtes. De ovens. Het is wel deels ingericht. En dat wordt de vieze plek. Het echte atelier. Kijk eens hier, dat is nog een enorme ruimte. Mijn eerste kinderfeest al hier. Maar dat gaat helemaal lukken. En wat daar staat er allemaal? Kun je even... Hier komt mijn draaischijf. Wacht even. Hier komt mijn draaischijf met werkkasten achter. Oké. Okay. Er komen hier nog een paar draaischijven omdat ik ook les ga geven. En ik ben er heel blij mee. Dus het licht, dus de ramen die erin gekomen zijn. De werktafel. Kasten met allemaal spullen die je nodig hebt, strekkers, kleivoorraad, deegmenger om klei weer te recyclen, zeg maar, afdraaiklei te verwerken tot hergebruikbare klei, zeg maar. Hier komt mijn droogrekken nog, maar die staan nog op de Bosstraat, die moet ik nog verhuizen. Hier komt mijn spoelplek om af te kunnen wassen met mijn zinkbak eronder, want anders verstoppen de leidingen, die heb je wel nodig. Daarnaast nog een werkplaats voor spullen en een spuitcabine. Die komt hier ook nog. Die moet ik nog verhuizen. Maar ik ben super blij met deze plek. Echt. Zeg het nog eens. Super blij. Ja, echt heel blij mee. Ja, het was echt hard werken, maar het is ook wel heel mooi geworden. Roel, ik vind het een prachtig atelier, maar het ziet er niet uit als een atelier. Vertel eens. Nee, het is eigenlijk. Het is en mijn atelier, maar het is. En ik. Maak ook beelden in hout, dus het is ook een houtwerkplaats. En de machines die er staan, die worden op dit moment ook nog gebruikt voor het afbouwen van de cultuurhoek. En die kunnen dus inzetten om plank op dikte te maken, op breedte te maken en dat soort dingen. Een klonboommachine om gaten te boren. En onderwijl ben ik nu op dit moment bezig om in Web de atelier, daar moet een andere trap komen. De trap die er nu staat, die loopt niet lekker en die zit onder de houtvorm. Dus dit zijn de bomen voor de nieuwe trap. Ah, dat wordt een nieuwe trap? Ja, en die heb ik afgetekend en dan kunnen de nesten kunnen eruit gefreesd worden. En aan die kant staan de treders al klaar. Dus dat hoop ik volgende week ook dat af te hebben.
Nou, en ben je tevreden met jouw inrichting? Ja, ik ben heel erg tevreden, want de werkplaats die ik had is denk ik de helft zo klein. En als je dan grote stukken moet maken, dan heb je al gauw ruimte tekort. Dus het is een mooie plek. Kijk of hij het houdt met z'n allen. Broer, je bent bloedgevaarlijk met je lange veters. Oh ja. Jan. Hallo. 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 Ja, kom erbij op de foto. Ja. Ik ben niet helemaal oksel. Er zit een balkje voor mijn ogen. Nou, ik zal uitkijken. Ik zal niet in je oksel zitten. Nee. Zit hij jou te knuffelen? Nee, ik knuffel niet.